Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 12 jaar celstraf geëist tegen ex-minister Gilmour Hoefdraad. Verder is er ook een boete geëist van 500.000 Surinaamse dollar subsidiair of 12 maanden gevangenschap. We hebben met alle feitelijkheden rekening gehouden. En u zult zien dat wij voor anker zijn gegaan om een combinatie aan het Hof te vragen van een onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf en het opleggen van een geldboete. En nou, je kunt er als burger en als actor in de strafketen kan je er gedachten bij hebben. Maar dit is de conclusie waarvoor het Openbaar Ministerie is gekomen in deze strafzaak. Volgens de verdediging van Hoefdraad is het laatste woord in deze zaak nog niet gezegd. Een van de advocaten die Hoefdraad bijstaat, Merwin Dubois, legt het volgende uit. Daarin heeft hij dus een aantal bewijs, naar zijn mening, laten we duidelijk zijn, naar zijn mening, acht hij daarin bewijs te hebben gevonden. Dat de verwijten daar uitbewezen kunnen worden. Maar nogmaals, als wij aan het woord komen, dan zult u zien dat wanneer je kijkt naar een zaak vaak nog verschillende invalshoeken heeft. Dus wij gaan kijken welke invalshoek het best past op deze conclusie van de week. En een van de bewijsmiddelen die de procureur-generaal Roy Bajanaat Pandey tegen Hoefdraad heeft opgesomd, is de verklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin. Volgens Adhin had Hoefdraad geen toestemming van hem, nog van de toenmalige president Desi Bouterse en de Raad van Ministers, om over te gaan tot de verkoop van onroerende goederen. De eerste tranche panden van de staat is verkocht op 28 juni 2019 voor ongeveer 377 miljoen Surinaamse dollar. Hoefdraad had het geld al ontvangen, terwijl de RVM pas op 15 november 2019 toestemming gaf voor de verkoop. De wet van strafvordering kent de mogelijkheid dat wanneer je aan de hand van een ingesteld onderzoek, waarvoor uiteindelijk zoals vandaag gereguleerd wordt door straf, dat het Openbaar Ministerie het gerecht, in dit geval het Hof van Justitie, mag vragen om op basis van wat gebleken is uit het strafrechtelijk onderzoek, om wanneer met name gebleken is dat er geldmiddelen een andere bestemming hebben gehad dan waarvoor ze bestemd waren, dat er onderzoek komt naar die geldmiddelen en de besteding van die geldmiddelen. En een strafrechtelijk financieel onderzoek, dat nu door het Openbaar Ministerie is gevorderd, zal door het Hof beoordeeld worden ten einde op ons verzoek een machtiging te verstrekken tot het doen, instellen en uitvoeren van een SFO.